De straten in het centrum van Nijmegen zijn wat leger dan in andere jaren. Maar mensen die wel gaan shoppen, doen dat in elk geval in kerstsfeer. Maandag is de eerste kerstverlichting opgehangen en inmiddels zijn bijna alle straten in het centrum versierd. Tot 2018 hing de verlichting er altijd pas vanaf half november. Dat is vorig jaar vervroegd en die verandering is goed bevallen. Ook dit jaar worden de donkere dagen in oktober dus al wat verlicht door de lampjes in het hele centrum.